Super tof dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En voor mensen die er eigenlijk nog niet mee zitten, ik heb er waarschijnlijk al eerder in een vlog over gehad. En dit is niet echt een vlog nu. Dit is dan een praatvideo over dit blad. Want ik heb in deze blad gestaan. En ik ga voorlezen wat allemaal in staat. Misschien vinden jullie dat dan leuk. Wat eigenlijk hier als eerste staat. Net even anders, hoe is het nu met deze jongeren? En dan staat er ook bij dit stukje, deze blad, staat er ook bij in het KRO-programma Net Even Anders volgen de prestatrice Marleen Weerdenburg 6 jong volwassenen met lichte verstandsbeperking. Waar lopen zij tegenaan in het leven en hoe kunnen zij zelfstandiger worden? De prestatrice en 3 deelnemers kijken terug op de serie Wij zijn echt vrienden geworden. Dat klopt echt inderdaad. Door de opnames, ik denk dat jullie vast wel ook gehoord hebben in de aflevering. Vooral in de aflevering van Vincent. Toen hij in Centraal stond, dat wij echt een vriendengroep geworden zijn. Wat ik eigenlijk heel veel vragen over heb gehad. Hebben wij nog contact? Ja, wij hebben nog steeds contact, nu nog steeds. En wel natuurlijk door deze situatie anders dan normaal. Binnenkort zijn we al jaren bezig. Bijna een jaar bezig met, is al jaren verder zijn we nu alweer. En nu letterlijk alleen maar nog steeds dichter bij je groep gekomen. En dat is ongelooflijk mooi. En ik ben er ongelooflijk wel blij mee dat we door deze programma, hoe wij nu zijn geworden eigenlijk. Ik had het eigenlijk niet verwacht. Ik denk, laat even weten in de reactie of jullie dat ervan hadden verwacht. Ik totaal niet. Marleen heeft toen iets gezegd. Hopelijk ontstaat er meer inzicht en begrip. Door het programma natuurlijk. Het begin van was het spannend. Bij de eerste, weet je, wil je het lezen, kan je ook gewoon bestellen op de website van KRO. Ik heb het er al eerder over gehad. En het programma heeft deelnemers veel gebracht. Dat klopt inderdaad. Ze hebben echt ons veel gebracht naar elkaar ook. Maar ook doelstelling wat we wilden halen is ook bijna voltooid. Vind mijn gevoel wel. Want moet ik wel eerlijk zeggen, door deze situatie vind ik het moeilijk bijvoorbeeld nu te zeggen van dat is nou even wel mooi insteekt. Door mijn doelstelling is natuurlijk voor mezelf op te komen. En dat is misschien goed voor deze situatie eigenlijk. Hoezo is het dan wel goed? Want het is eigenlijk, als je nu kijkt, voor mezelf op te komen. Om te zeggen van, ja, dit is nu mijn grens. Dus stop. Ho. Wat jullie eigenlijk in het programma hadden gezien. En misschien voor de mensen die vragen hebben, ben je daardoor weerbaarder geworden? Niet helemaal, als ik eerlijk moet zeggen. Misschien door deze situatie. Kijk. Corona is voor mij. Dit situatie is voor mij nieuw. Deze situatie, laten we zo zeggen, is voor mij nieuw. En om dat op te pakken. Kijk, minder eigenlijk nu. Zeg ik gewoon eerlijk. Het begin niet echt stress gegeven. Maar halverwege dat echt uitbarsten, om zo te zeggen. Kwam best wel een beetje veel van shit. Sander. En nu? Wat moet ik nu doen? Hoe moet ik het aanpakken? Dat vond ik het allermoeilijkste. Hoe ik aan moest pakken. En daar heb ik wel voldoende afstand. Ik was voor mij eigenlijk ook, als ik eerlijk moet zijn, met 1 meter afstand is algemeen voldoende, maar ik vond het alsnog eng, laten we zo zeggen.
En dat kwam niet op een soort van, is dit eigenlijk wel, dat had ik, dat is meer de punt van, is dit wel voldoende afstand? Dat is meer de punt bij mij wat ik moeilijk vond. Dus ja, dat maakte me moeilijk van, het was wel een beetje voor mij, ook al de hele tijd al zet te zeggen, het was moeilijk. En ik heb nu een beetje inzicht gekregen. Sander, maak je niet druk om. En dat zei een van sommigen van jullie ook al. En dat kwam een beetje meer duidelijkheid in gezicht. Sander, je maakt inderdaad meer druk om. Wat misschien niet nodig is geweest, wat het is. En deze week, de week van Hemelsvaartsdag, heb ik volop gewoon dagen, gewoon middag gedraaid. En wat ik kan zeggen, dat ging in principe wel goed, vond ik. En ik heb veel gesprek met mijn begeleider over gehad, veel gesprek met mijn werk over gehad. En wat ik eigenlijk best wel moeilijk vind, maar daar ben ik algemeen over te praten. En misschien is dat een fout van mij geweest eigenlijk, om niet erover te praten. En misschien doordat ik juist wel heb gepraat, dat een verzachting is gekomen bij mij. Opluchting. Dat kan je allemaal wel stellen eigenlijk. Dus heb ik gehaald? Misschien half. Komt er vervolg aan? Ja, ik krijg voor mijn instelling krijg ik nog weerbaarheidstraining. Of ik dat wordt gevlogd is de tweede vraag. Misschien wel, misschien ook niet. Maar laat even weten in de reactie of jullie dat leuk zouden vinden als ik dat ga vloggen. Zo ja, dan ga ik erachteraan. Dus, maar ja. Verder gepraat. Ik heb toen nog gezegd, stond er weer bij Marlijn. Marlijn beschouw ik een beetje als mijn moeder. Ja, ik had het al eerder in een vlog over gehad. Ik zie het in een beetje moeder en een beetje als begeleider. Eigenlijk zie ik het er meer. Vooral in het programma, laten we zo zeggen. Ik heb Sanne, het is mijn uitspraak, maar dat kunnen jullie al lekker zien in de boek zelf. Als je wil hebben, kan je dat bestellen. Maar dat was dan een video waar ik over wil praten. Dus wat ik ook wil zeggen is, ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Wil ik er meer over mijn wereldreis wil over praten? Laat even weten in de reactie. Misschien komt dan binnenkort wel weer een aparte video dan van aan. Of heb je er vragen over of wat dan ook? Mag je altijd stellen. En alweer dat ik meer over weerbaarheid heb, dan vinden jullie dat misschien dat jullie dat interessant vinden, weet ik niet. Dus laat even weten in de reactie. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, nogmaals, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie deze video leuk? Doe zo even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Stop dan zijn als je hier beneden abonneert en op het belletje drukt. En zeg ik alvast veel kijkers hier naar een groene nieuwe video om 1 uur. En dan zeg ik hierbij, laters!